Goeiedag dames en heren, ik ben Vergarinjoep. In deze video gaan we weer wat nieuws doen. We doen een unboxing met een klein verzorgingsplaatje van de Echinocea reus Pectinatus rubispinus. Dat is een cactus die wij hebben besteld bij ikhebcactus.nl. Dat zit hier in het doosje. Hij is zojuist gearriveerd. Het is alleen kijken wat is onder en wat is boven. Het staat er niet op. Ik zou het niet weten, we doen nog een grotje. Maken we hem open. Doe dat zorgvuldig. Zodat de plant niet kan beschadigen. Ik heb een cactus.nl, dat is een website waar ik veel cactussen vandaan heb. Die heb eens in de zoveel tijd nog wel leuke aanbiedingen. Ik heb een cactus.nl, is ook wat dat betreft niet duur. En kan eventueel naar gewenste betaalmethode geselecteerd worden. Zoals wij wel eens doen met ik heb een cactus.nl bestellingen doen. Op achteraf betalen, werkt ook super. Nou, hier hebben wij de doos. Dit is niet een al te grote doos, de cactus is ook niet al te groot. Gewoon uitpakken. Even kijken of er een proefpakketje tussen zit. Dit is bijvoorbeeld handig te bewaren voor je eigen cactussen. Ik heb er niks aan, want mijn cactussen staan in een geïsoleerde kast. Ma! Papa! Ja, mooi! Zo, nou, propjes in de tuin spelen is dat ook goed te doen. Ook de poes vindt propjes erg leuk. Daar speelt hij ook lekker mee en gaat hij rond de hele tuin racen met zo'n propje. Nou, en hier hebben wij dan de cactussen. Hier moet exemplaar 1 zitten. Hier exemplaar 2. En dan moet ik de rechter kijken. Leeg. Leeg. Heel soms komt het nog wel eens voor dat ik heb een cactuspunt gehad bij bepaalde bestedingen, dus bij bepaald gedrag van planten te kopen, krijg ik soms een proefpakketje. Nu zitten er geen proefpakketjes bij, dat vind ik alleen maar super. Dit is wat ik heb besteld. Nou, hier zitten Echinocea reus Pectinatus rubispinus in. Gaan we hem uitpakken. We zien dus bij ik heb een cactuspunt gehad dat ze goed zijn ingepakt. Goed zijn verzorgd, we komen rechtstreeks bij de kweker vandaan. En er is een Nederlandse website. Oh wauw. Het is wel nog een kleintje. Ah, dat is goed lekker ook. Het zijn wel nog jonkies. Maar ook deze zijn prima te doen. We pakken ze van meteen verder. Deze planten zijn nu nog klein, maar kunnen zo'n... Deze planten zijn nu nog klein, zijn jong en ze kunnen zo'n 50 tot 1 meter hoog worden. Dat zegt tussen de 50 centimeter en 100 centimeter van nature. Dit soort komt van nature voor in de zuidelijke Verenigde Staten. Zoals Amerika en zo. Maar ook Mexico, een groot gedeelte. Daar komen ze voor in een groot verspreidingsgebied. Nou, we hebben hier dus een paar cactussen. Met Echinocea reus Pectinatus rubispinus. En die 12 tot de Latijnse tong al. Nogal lastig. Nou, gaan we ze openmaken. Er is nog even wat propjes werken. Ah, fijn. Grapje. Nee, dus we hebben hier. De planten, we zien ook dat die ingepakt is, ook met overige folie. Naast alleen te zoeken waar het begin is. En anders gaan we het gewoon knippen. Maar er moet ergens een beginnetje zitten. Kijk, goed begin. Een goed begin is het halverwege niet. Nou zo. Het is ook bekend bij deze cactus dat hij niet alleen de Latijnse benaming bekend is. Nou, hij is ook nog eens bekend onder de Engelse naam rainbowcactus. Oftewel op zijn Nederlands regenboogcactus. Dat is aan te duiden aan de top van de plant. Aan de top van de plant groeien uiteindelijk nieuwe doornen uit en ook de bloemen. De bloemen van dit exemplaar op een zonnige locatie zijn roze tot donkerpaarsachtig. Een heel bijzondere bloem, een grote trechtervormige bloem. Net zoals de Echinopsis, ook een hele grote trechtervormige bloem. Dit is dan Echinocea reus, dit is een speciaal soortje, die vind je alleen bij kwekers thuis.
of in een echte cactusverzameling, daar zou deze plant toch niet in mogen ontbreken. Ah, dus ik geef wel eerlijk toe, hij prikt wel, maar als hij prikt, prikt hij goed. Zo, nou, aan de kop van de plant wordt uiteindelijk een nieuwe doornen uitgevouwen. Aan de kop van de plant is hij ook vaak heel roze. Rood tot donkerroze. Hoe zonniger ze gehouden wordt op locatie, op plantplaats, hoe rozer ze uiteindelijk zou worden. We zijn hier bezig met een unboxing in de maand juni. Het is nu net juni, het is einde lente, de zomer is een aantocht. Dat houdt in dat de planten in deze bloei- en groeiperiode zitten, dat ze goed kunnen overwinteren in de kas. Dat is dus over een aantal maanden. Het is nu, zoals ik zei, eerste week van juni. Dat houdt in dat het bijna zomer is, dan komt de herfst, dan komt de winter. En dat is, dit is dan ook de periode dat je dit soort kastjes kan kopen. En dit, en weer een doornetje. Nou, een cactus hobby is wel geprikt en gepaard met doornen. Hier hebben we dus de Echinocereus pectinatus rubicinus. Dat is dus genaamd als een doornen. Het is een clustervorm, dat houdt in dat hij veel zijscheutjes krijgt. Als hij veel zijscheutjes krijgt, dan vermeerdert hij zich vaak via de voeten van de plant. Uit de aarde ontstaan de nieuwe scheuten, als wat we hier zien. Dit ook, dames en heren, is een nieuwe scheut. Die komt van onderuit de voet omhoog gezet en dat door hem uiteindelijk zo'n 50 centimeter hoog gezet. Deze plant houdt van een vrij droge, maar grindachtige kiezelgrond. Hier treffen wij ze aan in een soort grof grondachtige soort. Als je de planten koopt, is het wel belangrijk dat wortels te controleren. Daarvoor kijk je eerst onderin. Wortels komen er niet onderuit. Dus ze zouden nog een tijdje in deze pot kunnen blijven staan. Maar wat nou als extra zorg als je planten koopt? Als je planten koopt, draai ze even om, haal ze de voorzichtigheid en controleer de wortels op pest, plaagjes en bolluizen en mieliebugs. Nou, dat zijn dus eigenlijk deze tussen de wortels wortelen. Hier zien we dus wel een grof grondmengsel van voedzame grond, wat we over gaan zetten uiteindelijk naar zijn eigen grondmix. Hoe maak je grondmix maken? Heb ik ook een andere video gemaakt over how to make Mexican cactus soil. Dus hoe maak je Mexicaanse cactusgrond? Nou, deze plant komt ook uit die omgeving, dus af van drogere omgevingen. We zien hier harige wortels. Er houdt in dat de wortels alle ruimte in beslag nemen die ze tot beschikking hebben. Dus het is een hele grote pot. Zoals ze die hele pot vol kunnen wortelen. Maar het beste is cactussen vrijwel op kleine potjes te houden. Aangezien cactussen niet hele harde groeien zijn, in sommige situaties wel, moet ik eerlijk toegeven. Cactussen zijn op zich niet heel snel groeiend, deze plant is ook niet heel snel groeiend. Hij doet er dan ook enkele tot vele jaren over überhaupt een beetje plantje te worden. De bloemen, zoals ik zei, verschijnen uit de kop van de plant, die schijnen vanuit de doornenhoefjes. Verschijnen ze zo omhoog tot één grote paarse rood bloem. Hoe meer zon ze krijgen, hoe meer getint de bloemen zullen zijn. De cactus is een bekend verhaal dat de cactus gaat bloeien zodra ze een optimale winterrust hebben gehad. Nu is het bij deze planten zo, als winterrust moet je nadenken om een temperatuur tussen de 5 en 6 graden in de plus. Dat is meer dan voldoende voor deze planten. Afhankelijk natuurlijk van de temperatuur, de omgeving, de luchtvochtigheid in de lucht en wat voor kachel u heeft in de plantenkas. Wij werken hier in een plantenkuis die goed geïsoleerd is met noppenfolie rondom het balzaal, toetsenplaten voor de goede isolatie. Dat zorgt ervoor dat de cactussen een betere winterrust mee maken. Dat zorgt ervoor dat de kas minder verwarmd is geworden. De cactuskas bestaat uit polycarbonaatplaten ruiten en aluminium frames met automatische ramenopeners. Dat zorgt ervoor dat de temperatuur beperkt blijft in de kas. Dat als het te hoog wordt dan 20 graden, gaan de ramen automatisch open. Wordt het kouder dan 20 graden, dan gaan de ramen dicht. Dat is een optimaal systeem als het gaat om cactussen en vetplanten. Veel luizenproblemen heeft ze niet echt, maar als ze luizen heeft, is ze vaak tussen de ribben van de cactus helemaal diep verscholen in de cactus. Waar jij zelf als kweker zo min mogelijk bij kan komen. Onmogelijke plekken zitten die beestjes. Nou, als in biobestrijding heb ik ook een afspeellijst van. Kijk op mijn kanaal even als je wil weten wat zijn biologische en chemische bestrijding voor luizen uit te roeien en koren en kevers en slakken en spinnen. Noemt u maar op.
Ik heb allerlei video's gemaakt over insecticide. Dit is een cactus. Ik zie dus niet 1, 2, 3 een luisterprobleem, dus dat is een goed teken. Ze komen direct bij de kweker vandaan. Ja, dit is dus de Echinocereus rubespinus. Oh nee, Echinocereus pectinatus rubespinus. Aanduidend van de regenboogcactus. Dus nou, gaan we eens in de kast zitten. Oh, niet te vergeten, ze willen een zonnige standplaats. Hoe meer zon, hoe rooier de roze tornen worden. Ja, dat is dus wel een dingetje. Dus hoe meer zon ze krijgen, hoe ronder ze zal worden. Ze doet het niet goed op de vensterbank, ze krijgt ze licht tekort. Waardoor ze lang en dun wordt en het heet weer etioleren. Als watergif gebruiken wij zoveel mogelijk en als mogelijkheden kraanwater, onanders regenwater. Regenwater blijft dan alle tijden het beste voor je plant. Nou, kraanwater kan dus ook, maar de plant houdt van één keer in de twee weken één keer een hele grote watercyclus. Dat betekent dat deze cactussen de alles of niets methode waren van waternieuws en mogelijkheden nodig hebben. Nou, dat waren de cactussen. Als je cactussen rustig in de kast zetten, ik zou zeggen, vind je het een leuke video? Eventjes een duimpje omhoog, eventjes abonneren op mijn kanaal om zo goed te beter blijven van de nieuwste video's. Ik ben vast nog wel een puntje vergeten, stuur me gerust onderin door te berichten. Kom ik zo spoedig mogelijk op terug. Ik zou zeggen, een hele fijne dag toegewenst. Hey, cadeautjes! Ja, goeie! Komt er maar! Zo, even een grapje tussendoor. En op naar de 10.000 abonnees. Adios, amigos. Bye! Bye!